Hey, deze video wordt door heel het jaar 2023 steeds langer. Dan denk je van huh, hoezo? Maar laat het maar uitleggen. Dit zijn 12 dozen. En in iedere doos zit een volledige random emoji. En iedere maand van 2023 wordt er één nieuwe doos geopend. Het gebeurt allemaal via een speciale functie van YouTube, die niet zo heel erg veel mensen gebruiken. Twee jaar geleden gebruikte ik deze functie ook al om een bepaalde video korter te laten worden. Maar dit keer is de andere kant op. Deze video wordt dus iedere maand net iets langer. En kijk je deze video dus aan het begin van het jaar, dan is er nog niet zoveel te zien. Maar het Einde wel. En nu had ik dus een goed idee. Ik laat jullie raden welke 12 emoties hierin zitten. Heel simpel. Laat in de comments weten welke 12 emojis jij denkt dat in deze doos zitten. En daarna, aan het einde van 2023, kun je kijken hoeveel je er goed van had. Of misschien ben je wel super goed en had je ze letterlijk allemaal goed. Hoe klein is die kans? Ik beveel je trouwens wel aan om de emojis te citeren vanaf je telefoon. Uh, of in ieder geval een emojisite erbij te pakken. Want YouTube laat blijkbaar niet alle de emojis zien op de desktop. Dus dat is zeker iets om rekening mee te houden. Deze video zelf is geüpload in januari. Dus behalve als je een tijdreiziger bent of zo, heb je deze video natuurlijk niet eerder kunnen zien dan januari. Januari. Dus de eerste emote heb je al en dat is een raket. Ga nu dus naar de comments en typ als eerste een raket. En daarna, dus 11 andere emoties die jij denkt dat in de rest van de doos zitten. Of als je deze video later in het jaar kijkt, dan heb je al een voorsprong en weet je al meer emoties. Hmm. Maar kijk je deze video op dit moment dus in januari? Zet dan in je agenda dat je volgende maand even terug moet komen. Want als je de video kijkt in januari, eindigt de video nu. Maar blijkbaar kijk je hem niet in januari, want het is nu februari. En dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe doos. En de emoji uit de tweede doos is een octopus. En had jij hem goed? Nou ja, zet het weer in je agenda. En tot volgende maand. Want als je deze video nu in februari kijkt, dan eindigt de video nu. Ja? Ben je er nog? Oké, okay, dat betekent dat het ook al maart is geweest. Uh, nou ja, de volgende doos dan maar. De emoji in doos 3 is. Yep, het is zo'n gekke guy uit het circus. Had je deze wel goed? Heb je er tot nu toe al überhaupt één goed? Laat het weten in de comments. Nou ja, nee, laat me, het maar, laat me niet weten in de comments. Je kan gewoon terugkijken naar je oude comment van eerder, right? Als je hier al eerder was dan voor maart. Uh, <laughs> Kijk of je het goed had tot nu toe. En als je je video nu dus kijkt in maart. Ja, je weet het, hij eindigt over een paar seconden. Oh, wacht eens even. Je bent er nog steeds. Dat betekent dat dus het nu april is, right? Of in ieder geval april is al geweest. Ik ben wel heel erg benieuwd. Wat is er allemaal gebeurd tot nu toe dit jaar in april? Nou, goed. Oké, okay, de volgende doos. De emoji in de volgende doos is... Kaas. Ja, het koterding. Maar dan de vraag. Wat voor stukje kaas zou het zijn? Is het brie of is het... Ik ben echt heel erg benieuwd. Hebben jullie een favoriete soort kaas eigenlijk, iemand? Als je deze video in april kijkt, dan eindigt de video nu. Maar blijkbaar kijk je op een andere tijd dan april 2023, want je kijkt tot hier. Dus laten we doorgaan naar de volgende emotiedoos. En de emotie van deze maand is een bloem. En ik ben oprecht gewoon heel erg benieuwd. Zouden er, er mensen zijn die er, nou ja, überhaupt meer dan twee nu al goed hebben? Ik ben echt heel benieuwd. En als je dit dus kijkt in mei, dan eindigt de video nu. Maar je bent er nog steeds. Wat betekent dat het juni is en we weer een nieuwe emotie gaan openen? Eens even kijken, welke emoji zit er in de juni-doos? Het is. een olifant. En we zijn op de helft nu. Wow, 6 van de 12 maanden. Den had je er tot nu toe al iets goed? Uh, ik bedoel, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Je zou het tot nu toe letterlijk al 50% goed. Dit is echt insane. We gaan snel verder. De, de, de video eindigt nu. Behalve als het inmiddels al. weet ik veel. Misschien kijk je op deze video wel over 15 jaar of zo. So. Dan uh, is het allemaal al bekend. Anyway, de volgende doos is een snoep-emoji. En de video stopt weer nu. Hey, en het is weer augustus geworden. Ja, het ligt natuurlijk aan als je deze video in één keer gewoon kijkt zonder die pauzes. Dan is het allemaal heel erg vaag om terug te kijken. Maar niet uit. Het uh, ding in de emoji-box is in ieder geval een gloeilamp. En dat was deze maand alweer. We gaan weer de video stoppen. Althans, als je het in de juiste maand kijkt, dan stopt de video nu. Oh, je, je bent er nog steeds. Of, of je bent er weer natuurlijk. Uh, nou, het is tijd voor de negende emoji. Het is uh, de egel. Nu ben ik wel benieuwd. Wat had je tot nu toe allemaal goed? Kijk nog even ernaar. We hebben nog een paar te gaan. Had je er tot nu toe überhaupt wel eentje goed? Ik ben echt heel benieuwd. Ja, ja, ja. Dat was september 2023 alweer. Als je de video, deze video in september 2023 kijkt, dan stopt de video nu. Maar qua is dat niet het geval op dit moment, want je hoort dit. Dus, ja. We gaan gewoon verder. Het is oktober blijkbaar, of een tijd na oktober 2023. En de emoji in de doos is een tandenborstel. Ja? Ready? Oké. Okay. Einde van oktober. We gaan snel weer naar de volgende maand. Of, nou ja, het kan niet als je het niet, zeg maar. Als het nog niet echt de volgende maand is, kan je niet verder. Oké. Okay. Ja, en we zitten weer in november 2023, of een datum na november 2023. En de emoji van deze maand is een jas. Zo, nog maar één maand te gaan. Zet het in je agenda. Kom december terug, want dan is het gewoon tijd voor het laatste emotie. Als je dit net nog in november bekijkt, dan heb je dat laatste stukje nog net niet. Kom later terug, maar kijk je dit in november, dan eindigt de video nu. En daar zijn we dan, de allerlaatste maand, de allerlaatste box. Had jij alle emotes goed? De laatste doos is een ei. En dan te voorkomen dat iedereen ineens de juiste code gaat invullen, kan je ook gewoon reageren onder je eigen comment van hé, ik had het goed of zo? iets weet je wel. Want als je hem nu gaat bewerken en daar iets bij gaat zetten, dan staat er bij dat het geëdit is en dat wil je niet hebben, want dan lijkt het dus alsof je het niet echt goed had. Maar wacht, het is nog niet afgelopen. Want als we terugkijken naar het afgelopen jaar, wat waren alle emoties weer? Een raket, inktvis, clown, kaas, roos, olifant, lolly, lamp, egel, tandenborstel, jas en ei. En als we kijken naar de letters. Wat gebeurt er als we de eerste letter van al die emotes pakken? En die allemaal achter elkaar zetten? Die krijgt al een woord: Het woord. Rickrolletje.